Het Soepcafé, dat is vorig jaar september, hebben we dat voor het eerst gedaan. Het plan is bedacht door Dinette Geerts. Die had het gehoord dat daar in Oost wordt het ook aan georganiseerd. Die had het gehoord en die is hier gekomen. En toen zijn Han Hogeboom en ik met haar samen dat gaan organiseren. Het is eigenlijk dat iedereen gewoon welkom is om bij ons een maaltijd te krijgen. Er zijn eigenlijk producten die tegen de datum aanzitten. Die worden dan gesponsord aan ons. We hebben altijd twee koks. En twee koks gaan dat dan kijken welke producten hebben we binnengekregen. En die gaan dan kijken van wat kunnen we daarvan maken. Vier soorten soep maken wij eigenlijk altijd erbij. En dan begint eigenlijk de snijden. Er komt de snijploeg, 6 mensen vaak. Die gaan dan snijden. En we hebben ook 2 muzikanten die altijd komen spelen en achtergrondmuziek doen. Dat is ook heel gezellig altijd bij en dat wordt ook door de gasten gewaardeerd. Waardering voor de vele vrijwilligers die we hebben. Ik vind eigenlijk dat zij dat wel verdienen, want ze zijn zo enthousiast en altijd zo spontaan. En naar de mensen toe, de mensen waarderen het heel erg. Het is ook elke keer een uitdaging voor ons om een gezonde maaltijd voor de gasten op tafel te zetten. En als wij zien dat de gasten erg genieten ervan, en dan genieten wij ook hè, als vrijwilligers met elkaar, dus van dat het weer zo goed klaargemaakt is. Stem op ons, want wij kunnen het geld heel goed gebruiken om materialen aan te schaffen en hopelijk nog meer gasten te kunnen ontvangen.